Hallo iedereen en welkom in een gloednieuwe Urbex video van ons. Vandaag staan wij in Maison. Schimmel ben ik. En we hebben al wat foto's gemaakt en we gaan nu jullie een kleine rondleiding geven. Dus ja, let's go. Langs hier zijn we binnengekomen. En toen zijn we twee andere Urbexers tegengekomen. Uit Nederland. Zullen we dus eerst eigenlijk de zolder gaan bekijken, maar daar is niet echt iets vets, dus ik ga dat ook niet echt laten zien. Hier hebben we een medicijnenkastje. Nog leuk om op. Komen wij hier, waar Lindsay staat, komen we eigenlijk hier rechts in de eerste kamer terecht. Een camera, geen Urbex. En nog een ouderwetse radio. Heel veel rommel. Die deur heb ik eigenlijk zelfs nog niet geprobeerd. Aha, die ga ik nog open. Hier heb ik nog geen kijkje genomen. Er staan gewoon wat stoelen. En dat is het eigenlijk, een rommel. En echt rommelkot. Als we dan buiten komen, komen we in de gang. Waar de kapsel hangt, waar dat er nog een paraplu hangt en een jas. En dan zot veel spinnenwebben en stofmidden met allemaal beesten in. Maar hier rechts, links, een prachtig gym. Hè. Die lamp is echt cool. Die lamp maakt het af. Die lamp is echt... verdiend. Lekker twee tv's. En dan daar nog een zetel. Dat had ik nog niet opgemerkt toen de vorige keer, maar hier is een schilderij van een clown. Die vrij tristig kijkt. Wel een creepy schilderij. We hebben hier nog een donker kamertje opgepast, want hier was dingen naar beneden gestort. Zoals je kunt zien. De lamp die op een onnatuurlijke wijze hier hangt. Maar daar dan, ziet je, hebben we een... Ik ga voorzichtig eens naar daar. Zien we dan een mooi naaimachine, nog vrij intact. Met een soort ouderwets kleed. Daar hangen ook nog kleren. Zeer indrukwekkend om te zien. Waarschijnlijk de trouwfoto van de mensen die hier hebben gewoond. En dan komen we zo in de slaapkamer terecht. Alles was eigenlijk op de benedenverdieping te vinden. Dan komen we hier. Dat touw dat was aan te trekken en dan ging het licht waarschijnlijk ergens aan, maar een lampje heb ik hier niet meer gezien hangen. Bottine? Nee, geen bottine, maar... De schoenen. En hier hangt normaal nog een zeis, hebben we eens op foto's gezien, maar die is blijkbaar verdwenen. Die zullen ze meegenomen hebben. En dan nu komt het, hè. De vieste kamer van allemaal, kun je gewoon niet in. Van de beesten.
En eigenlijk elke kast dat je opentrekt, zit er gewoon kleren in, hè. Ouderwetse kleren, kostuums, kleedjes, noem maar op. Goed, we zijn aan het einde van de video gekomen. Bedankt om te kijken. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Ja, we hopen dat natuurlijk wel. Een hele mooie locatie. Het is een beetje getrashed wel, al een beetje. Maar ik vond het toch wel een zeer mooie locatie. Echt wel de moeite om tot hier te komen. Ja, nog eens bedankt om te kijken. Like deze video, subscribe op ons kanaal, abonneer op ons kanaal. Duw zeker ook op dat belletje, want dat belletje is ook belangrijk. Dat je notificaties krijgt dat wij een nieuwe video uploaden. Ja, en ik zie jullie dan, allez, wij zien jullie dan weer in de volgende Urbix video. Doei, peace out, stay exploring.